Na jaren van studie met architecten, directie en medewerkers, na maanden van gedetailleerde analyses, van wikken en van afwegen, hebben we de knoop doorgehakt om een school te bouwen. Op zo'n moment is de schoolomgeving het unieke, het ideale oefenterrein voor het leren samenleven met elkaar, zoals ook later in de maatschappij moet gebeuren. Historische stap gezet. Alle scholen krijgen gelijke werkingsmiddelen. En dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar in 1994 kreeg daar waar het officieel onderwijs, niet het gemeentelijk, maar het gemeenschapsonderwijs, 100 frank kreeg het vrij onderwijs 34 frank werkingsmiddelen. En toch hebben we het gedaan en hebben we het goed gedaan. Maar nu zijn die middelen van werking gelijk. 100-100. Maar het vrij onderwijs moet met die 100 euro meer doen. Want voor infrastructuur moet dat onderwijs terugvallen op zijn werkingsmiddelen, tenzij ze nog kan genieten van een, wat ik zeg, een suikertante, van een sterke congregatie die centen heeft gespaard om die onderwijsinstellingen te helpen. Maar het onderhoud, investeringen, moet het vrij onderwijs nog voor 30 of 40% zelf oplossen.